Stichting Het Gelders Landschap vraagt de gemeenteraad van Beuningen om geen XL windturbines te plaatsen ten westen van de A50 bij Ewijk. In een vrijdag bekendgemaakte brief wordt de gemeente Beuningen verzocht om ook de bewoners van naastgelegen dorpen te betrekken bij de besluitvorming. Daarmee bedoelt de stichting onder meer Bergharen en Herne. Het Gelders Landschap is van mening dat de windmolens te dicht in de buurt komen te staan van het kleinschalige stuifduinengebied bij Bergharen en Herne. De plaatsing van XL windmolens zal ernstige afbreuk doen aan de beleving van dit oude, waardevolle cultuurlandschap, aldus de natuurorganisatie in de brief.